Hallo allemaal en welkom bij een nieuw boekenfilmpje. Voor vandaag heb ik voor jullie Code Kattenkruid van meestervertellers Jacques Vriends. En dit is echt een van zijn meest geweldige boeken. Ik ga jullie er wat over vertellen en daarvoor ga ik de achterkant voorlezen. Want zoals jullie weten staat er op de achterkant altijd al heel veel informatie over een boek. En kun je daar al heel goed aan zien waar het boek over gaat. En met dit boek is dat zeker het geval. Ze fietsen weg. Stijn en opa. Stijn dacht eigenlijk dat het niet meer zou gebeuren, want opa is ziek. Ernstig ziek. En de hele familie wil voorkomen dat de geplande driedaagse fietstocht door zou gaan. Maar Stijn kent opa. Hij is stoer, grappig en laat zich door niets of niemand tegenhouden. Zelfs niet in zijn beslissing hoe hij zijn leven wil eindigen. Ja jongens, dat is waar het boek over gaat. De opa van Stijn gaat dood. Hij heeft een ziekte, kanker, die zijn opa van Stijn Code Krap noemt. En hij wil niet lijdzaam gaan zitten wachten totdat hij doodgaat. Hij wil zijn eigen dood bepalen. Luister maar. Ik ga trouwens niet zitten wachten totdat ik langzaam in elkaar stort van ellende en eindig als een plant. Ik stap er eerder uit. Ik schrok en stapelde. Maar opa, niks maar opa. Misschien ga ik vanzelf dood, maar als het niet anders kan, wil ik euthanasie. Weet je wat dat is? Ja, dat je een prik krijgt en dat je dan... Ik kon het niet zeggen. Het betekent goede dood. En dat is het ook. Het is niet zomaar een prik, maar je gaat heel rustig en voorzichtig. Zodat je stilletjes mag wegglijden. Maar voordat opa euthanasie doet, gaan ze een fietstocht maken, Stijn en opa. En tijdens die bijzondere fietstocht delen ze geheimen met elkaar en hebben ze vooral veel lol. Wanneer uiteindelijk het afscheid komt, valt het voor Stijn en opa minder zwaar dan dat ze dachten. Aanrader.